Oh. Ja. Oh, no. Nou, een ladder voor mijn raam. En daarbovenop zie ik mijn voeten staan. En die is van de glazen was. Ja, lieve vrienden, het is alweer vrijdag en het is alweer de 24e, ja, januari, hè, denk erom. Ja, en het is 12:46. Rebecca, die komt zo aan, maar ik moet nog wel even eten. Ja, en ik zit te wachten op Rijka, die wil naar buiten. En ik weet niet, Rijka? Oh, komt ze. Op daar. Zie je eruit? Nee, je komt nou niet op mijn kleren. Je bent vochtig, je bent nat, je bent smerig. Hé? Hé. Hé? Oh. Ja. Oh, no. Nou. Oh, je bent ook al zo nat. Gadverdamme, wat is dat vies? Nee, niet op mijn kleren. Oh, pa. Hé, je bent ook een pa. Ja, ze zijn pa. Ja, het is van het vieze, fijne, vochtige weer. Het is niet echt lekker, nee. En ik probeer weer wat te regelen, maar hij is aanwezig, maar hij belt straks mij weer terug. Maar ik wens jullie ook een hele goede morgen weer. Nee, goedemiddag bedoel ik. Bij Corina en de Beestenboel. Ja, wat zijn we daar aan doen? Foei. Ze hebben een nieuw speelgoedje. Helemaal kapot. Helemaal kapot. Ja, de hele troep had ze eruit. Ik heb het nou weer gegooid. Dat ben ik. Die heeft gisteravond de finaal kapot gemaakt. Ja. Dat, waar die twee piepjes in zaten. Dus hij heeft ze pech. Ja, ik krijg ze voorlopig niet meer van dat spul. Maar meer touw en dat plastic. Ja, kijken hoe dat gaat. Wat zijn we allemaal aan het doen? Ja, lekker puh. Zag ik lekker gebeuren. Haha. Ja, ze gleed uit. Ze stapt op de armleuning van de bank en dan gleed ze uit. Ja. Dat is nat, hè, de pootjes. Ja, is nat, hè. Ja, dat is wel leuk, grappig. Maar oké, ik ga gauw even een hapje eten. En ik moet mijn vest uit, want ik heb het warm. En koffie maken. En dan ben ik benieuwd wat Rebecca wil. Of ze nog koffie of thee wil, denk ik. Wil ze dat dan weer dat? Dus ja, dat is ook maar de vraag. En dan zullen we beleven wat er vandaag gaat gebeuren. Het wordt geen weer om echt lekker weg te gaan, nee. Want het is zo vies smerig vochtig en het is, het is niet, nou te zeggen, het is mistig, maar het is wel nevelig. Dat is niet goed voor mij, nee. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach, doe ik ook. Ja. Nou, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden. Rebecca die is al lang alweer naar huis. Ja, en die was niet in orde. Nee, het ligt dus niet alleen nog aan mij dat ik ook niet in orde ben. Nee, Rebecca die had stralende hoofdpijn. Dus dat arme kind is nou de bed ingedoken. En er zit er hier wel eentje lekker te schransen. En dat is onze lieve Rebecca. En de kruipt ze onder de tafel. Gaat ze daar weer op eten. Nou, en er staat ook een ladder voor mijn raam. En daarbovenop zie ik mijn voeten staan. En die is van de glazenwasser. Ja, dus de glazenwasser die is aan het werk. Die moet ik zo meteen even ook helpen met de picknicktafel even te verschuiven. Als die achterkomt.
Want ja, ook dat moet daar weer schoon, hè? Ja, en dit is een nieuwe glazenwasser. Die doet het nog op ouderwetse manier. Voor minder geld dan dat moderne truc waar je ramen niet schoven worden. Waar ze het houtwerk niet van meenemen. En deze meneer, die doet dat wel. Die neemt alles mee. Nou, geweldig toch? Ja, en dat voor minder geld. En het is druk hier in Ene. Maar ja, ook hebben we natuurlijk, zoals altijd, Karen aan de telefoon. Ja. Ja, zegt ze. Nou. Goedemiddag allemaal. Ja, zeker. Goedemiddag. Hier is het dan. Ja, en hoe laat leven wij eigenlijk? Weet ik ook niet eens. 3:11 alweer. Ja, de tijd houdt geen schaft wanneer jij wel schaft houdt, hè? Wat is dat, Rijka? Hé, wat is dat, mijn meisje? Hé? Ja. Ze staat onder de tafel en met alles toe te kijken en te doen. Tjonge, nog aan toe. Dan wordt mijn keukenraam even netjes schoongemaakt. Nou, ik ben er blij mee, ja zeker. Hé? Het is gelijk een stuk donkerder in huis. Omdat hij voor het raam staat op de trap. Hé? En moet je rijk als je grandioos. Wat is dat allemaal, hè? Houd het maar goed in de gaten. Ja. Houd het maar goed in de gaten, mevrouwtje. Hé? Ja, wat is dat allemaal? Hé, wat doet die allemaal? Trap op en trap af en rare dingen doen, hè? Ja. Potverdikkie, hè? Ja, daar moet jij ook aan wennen, hè? Wat een dikke, hè? Is het piepen? Ja, zie je, hij neemt het houtwerk ook mee. Oh, mijn fysiotherapeut weer. Nou, ik kom zo wel weer terug. Ja, even aan de telefoon er doorheen, wat jullie lekker niks aangaat. Nee, dan denk ik op mijn fysiotherapeut die ik gehad heb. En dat moet ook geregeld worden. En dat is ook weer geregeld. Hij had even een klein foutje gemaakt. Hij zelf, niet ik, want ik wist het al. Ha! Maar in ieder geval, het komt allemaal goed. En ik zou zeggen, voor nu in ieder geval, ik ga nou wel afsluiten, want anders weet ik niet meer waar ik het over moet hebben. Nee, dat ik wel straks de computer aan ga doen en weer aan het werk ga om jullie te verblijden. Ja, en mijn vrienden van Facebook te verblijden. Dat moet ik allemaal nog eventjes doen. Ja, komt ook allemaal goed. En ik zou zeggen, een hele fijne middag verder. Tot later. Ja, lieve vrienden, oeps, het wordt trouwens lekker donker. Nou, dan gaan we weer naar het licht toe, hè. Ja, ik ga geen lampen aandoen. Nee, vind ik nog niet nodig. Wel heb ik kaarsjes aan, omdat het vandaag een speciale dag is. Daar mijn surrogaatvader vandaag gecremeerd is. Of het al gebeurd is, ik weet het even niet meer. Ik weet ook niet meer hoe laat het zou gaan gebeuren, maar in ieder geval, ja. Ik heb daar kaarsjes voor aan. Ik ben er in gedachten bij. De glazenwasser is klaar. Ik zie dat mijn raam hier weer aan de binnenkant moet. Maar wat wil je? Een kandel zit daar. Een Rijka zit daar. Dus die natte neusjes er tegenaan. Dat, ja, daar heb je wat vieze vlekken van. Maar de rest, het is weer keurig schoon. Ja. En ook daar is alles keurig weer schoon. Ook het natte neusje van kandel buiten is weg. Want dat kon je bij dat raam zien. En ik had hier ook. Je ziet, als jullie dat kunnen zien, ik weet het niet. Zie je daar krassen? Dat is nog allemaal van Frodo's en pootjes. Al die krassen. Nou, dat krijg je dus niet weg. Dat is geen smerigheid. Dat is gewoon krassen op het ruit. Ja, helaas, pindakaas, die ligt daar lekker te slapen, die twee. Ik ga
ga zo meteen met Rijka lopen, maar ik moet eerst even wat anders doen. En ik ben een vlog aan het kijken van Karen en Roderick en ik moet zelf weer eventjes het een en het ander in elkaar zetten. Dus ja, komt allemaal goed. Dus, maar voor nu zou ik zeggen, ik ben wat dat er gaat blij. Deze man is verkoper, die doet wat jij wilt en niet wat je niet wilt. Zoals over een schutting heen klimmen. Dus ik zeg maar, toppie! Zo zeg ik, doei! Ja, lieve vrienden, het wordt maar weer donker, hè? Ja. Echt wel, want de lantaarnpaal die branden ook al. Maar, en het kan wel, ik gelukkig weer binnen. Ben ik even blij, want ik wil zo meteen even met Rijka lopen. Er is weer een vlog bezig aan het renderen in de videopad. Als ik dan terugkom, dan kan ik dat mooi weer naar YouTube brengen. Dus het komt ook allemaal goed. Dan moet ik deze camera ook weer leeghalen, want anders heb ik weer niks klaar te maken voor jullie. Dus ja, het gaat een beetje langzamer en trager. Voorheen had ik wel genoeg op die PC staan om klaar te maken voor naar YouTube te brengen. En er stond er op YouTube genoeg, maar nou, het is een heleboel werk, ja. Alsof je niks anders te doen hebt. Nou ja, momenteel niet echt, want het is buiten niet fijn weer om eigenlijk buiten wat te doen. Nee, was het maar geen leugen, want dan had ik vandaag ook lekker even weg kunnen gaan met Rijka. En had de camera meegegaan, had ik er even lekker los laten lopen. Dat ze even de energie kwijt kon. En dan ligt ze lekker te slapen wel, maar... Zo meteen even lopen en ook de energie kwijt zien te raken. Dat ze toch weer even lekker los kan. Ja, ik laat het niet los op die manier dat ze losloopt. Nee, want durf ik bij de gracht niet aan. Oh god, nee. Veel te eng. Ja, dat wil ik niet. Nee, maar zoals op de dijk of naar de duinen toe, weet je wel. Naar de donkere duinen, naar het bos. Althans, wat je bos wilt noemen voor de helderse begrippen. En dat moet beter weer voorkomen. De temperaturen moeten wat hoger, want het is me nou te koud om dat allemaal te gaan doen. En ik denk niet dat ik de enige ben. Ja, degene die daar heel dichtbij wonen, 5 minuten er vanaf, ja oké, die gaat daar naartoe, weet je. Maar ik niet, ik moet er iets naartoe rijden helemaal. Het is mij een beetje te ver weg om dat te moeten gaan lopen. Ja, dat lukt me niet hoor. En dat red ik niet op. Dan ben ik kapot als ik eraan kom en dan moet je ook nog weer terug, ja. En niemand die daar in de buurt woont, waar je even kan uitrusten. Dus dat gaat het niet worden. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet van jullie namiddag. Het is 17:30, bijna 17:30. Het is 17:26 op mijn horloge, dus ja. Eet smakelijk voor degene die gaan eten. Ik eet nog niet, ik eet later. Ik heb Rijka de bakje in de week staan. Die maak ik zo hier schoon. Ik kan ook weer lekker nieuw eten krijgen. En weer vers eten krijgen. En de poezenbeestjes kunnen dan eten krijgen. Dus het komt helemaal goed. Ja! En dan zullen we zien wat we verder gaan doen. Ja. Plaatje maken voor Facebook weer. Ja. Oh ja, man. Kunnen we jou wel zien op de grond? Oh ja! Oh, is het zo? Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh, dan gaat hij de andere kant op. Maakt niet uit. Ik heb dus kaarsjes nog steeds aan vanwege mijn eigen dierbaren natuurlijk. En ook mijn surrogaatvadertje en de familie. Ja, dat ben ik toch wel ook bij me in mijn hoofd. Het is niet niks als je iemand verliest die je echt, waar je veel van houdt. Hé, kerel? Wat is er dan? Hoppata! Moet je er even bij? Moet jij er even bij? Hé? Hou me los, oh godje dikkie! Helemaal aankruipen? Nee, niet op schoot. Spinnenkop. Ja. Zo dan. Wat een motortje. Wat een motortje is dat. Hé? Nou, los. Los. Weer op de grond.
Dus ja, ik zou zeggen, tot later.